Goedenavond allemaal. Henriette Ancone is haar naam. En we staan hier in Gouda. Dwight staat hier naast me. En Dwight is al ongelooflijk lang met deze problematiek bezig, met deze gezinnen bezig. Al zo'n 8 jaar. Dus ik zou jou eens willen vragen van, nu dit event voor het eerst in de gemeente heeft plaatsgevonden, na 8 jaar uiteindelijk, wat vind jij hiervan? Hoe heb je dit ervaren? Nou, kijk, er wordt gesproken van een speciaal moment. Of iets is gebeurd waardoor een verandering is ontstaan. Nou, in de afgelopen 8 jaar heb ik meegewerkt aan symposiums. Ik heb vele van dit soort gemeenteraadsdebatten meegemaakt. En waar je iedere keer terug ziet komen, is dat het systeem niet is veranderd. Wat ook vandaag is verteld. Er is niks veranderd aan het systeem. Sterker nog, de jeugdzorgmedewerkers of de situaties die ik in de afgelopen acht jaar ben tegengekomen, die wel voor een verandering hebben gezorgd, zijn de situaties waarin is gekozen om niet het systeem te volgen. Dus dat zegt heel veel. Dus er zou alleen wat kunnen veranderen als er iets aan het systeem wordt veranderd. Dus ik ben benieuwd als morgen niet opnieuw gewoon het systeem wordt gehandhaafd, waar daar juist het probleem is ontstaan. Dus jij ziet, als ik het goed begrijp, dat het systeem eigenlijk de grootste issue is in het geheel. Het hoeft niet zo te zijn als het systeem juist was gebaat om één ding. Dat is op het moment dat jij met jeugdzorg in aanraking komt en je vrijwillig ineens gedwongen aan regels moet gaan houden, kom je in een vechtpositie. En dat wordt meestal ook meegenomen in het rapport. Terwijl de enige vraag die eigenlijk gesteld moet worden is, waar staat het kind? En dat is dus wat mis is met het systeem. Het kind wordt overgeslagen. Er wordt gefocust op de ouder die vecht op een gegeven moment, omdat hij zijn kind dreigt kwijt te raken. Het kind. Ja, ik denk dat het wel iets is wat we in de hele samenleving zien. Hè? Dat het kind gewoon zo ongelooflijk weinig zichtbaar is. Want we hebben zoveel systemen en structuren opgebouwd en die lijken een beetje heilig. Wat mij ook opviel, ik weet niet wat jij ervan vond, is dat je, als je dan de bestuurders hoort en hun de specifieke vraag wordt gesteld, als je deze schrijnende verhalen nu hoort van deze mensen, dat raakt iedereen. Wat doet het dan met jullie en hoe kijk je dan naar je eigen systeem? Wat valt jou dan op? Wat mij het meest opvalt, dat 8 jaar al opvalt, hè? Politiek correcte antwoorden. Omdat, we gaan hier zeker wat mee doen. We gaan hier zeker wat kijken. Oh, wat vervelend deze verhalen. Maar deze verhalen zijn niet van vandaag. En we hebben nu, denk ik, 3, 4 verhalen gehoord. Maar we hebben nog duizenden, tienduizenden verhalen. Die we niet zijn gehoord vandaag. Ja, er zit absoluut wel in. En hoe reageer je erop als ik zeg van, ik mis de medemenselijkheid? Mens stellen boven regels. Waarom denk je dat dat zo moeilijk is? Want dat hebben we eigenlijk in alle verhalen vanavond gewoon compleet gemist. Waarom ik denk dat dat moeilijk is, en dat heb ik ook gezien in de casussen die wij zelf met Terminate Child Trade hebben gevolgd tot 2 jaar, is dat de bestuurders of de jeugdzorgmedewerkers of de hulpverleners die de courage hadden om tegen dat systeem, in of buiten het systeem, om toch te gaan voor de oplossing, dat menselijkheid is. Het systeem is niet gebaseerd op de mens. Het is zo, het zou bijna AI genoemd kunnen worden. Het is een gefabriceerd, theoretisch werkwijze, waar de meeste mensen die daaraan meewerken, totaal in hun privé of in praktijk geen kaas van hebben gegeten. Ja, je bedoelt dat ze het systeem eigenlijk een soort van heilig verklaren. Het systeem is ten alle tijden heilig, inderdaad. Er wordt niet aan waarheidsbevinding gedaan, nog steeds niet. Dat is ongelofelijk. Ouderverstoting kan ook gewoon. Sterker nog, er wordt beschermd. De grootste vraag, en dan komen we weer terug op het kind. Waar is hij gebleven? Als wij het lef hebben, je moet daar tegenwoordig lef voor hebben, om het kind voorop te zetten, dan ga je ook hele andere keuzes maken. Ook als maatschappij. En dan krijg je ook een hele andere wereld hoor trouwens, maar daar wil ik niet dieper op ingaan. Maar ik heb begrepen dat jij zometeen met ouders gaat praten, maar ook met bestuursleden. Dus ik ga het woord helemaal aan jou laten. Oké, dankjewel.
Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Sound of Freedom. Vanaf 26 oktober in de bioscoop.